Bureau Bart. RN7. De boeiendste verhalen. Achter de mooiste boeken. Iedere vrijdag. In Hoofdstuk Hoordijk. Nou, ik heb het net al gehoord. Het wordt griezelen met Marjolein Hoordijk. Ja. Ja, het wordt echt wel een beetje griezelen. Ik heb natuurlijk al een paar weken geleden... had ik een spannende boekenweek geschenk van deze auteur bij me. En toen had ik al gezegd... hij heeft een nieuw boek uit. Ik moet hem nog lezen. Zodra ik hem uit heb, neem ik hem mee. Nou, het moment is daar. Het duurde even, want het is een boek van 611 pagina's. Dat lees ik ook niet zomaar even uit. En daarbij is dit boek zo spannend... staat niet voor niets op de voorkant. Thriller staat erbij. Dat ik ook wel even tijd nodig had om hem te lezen. Ik kon niet zomaar even door. Dit had tijd nodig. En lees je dat dan vlak voor het slapen gaan? Nee, dat ging met deze echt niet. Nee? Nee. Er zullen mensen zijn die dat kunnen hoor. Maar dit boek, dat was echt door mijn dromen gaan spoken. Oké, goed, jij mag lezen tijdens je werk. Hè? Dat is, omdat het natuurlijk ook... Ik mocht willen dat ik mocht lezen tijdens mijn werk. Nee hoor. Wat jammer. Ja, echt. Ik denk als bibliothecaris... Dat denken veel mensen. Ja. Nee, dat is toch echt vrije tijd. Maar laten we eerlijk zijn, je gaat niet in de bieb werken als je niet van lezen houdt. Dus... ik denk, andere mensen maken allerlei Excel-sheets, statistieken. En ik mag een boek lezen in mijn vrije tijd. Nou, ook geen straf. Maar wat maakt dit boek nou zo ongelooflijk spannend? Nou, laten we eerst eens even vertellen dat dit boek van Thomas Oldeheuvelt. Dus hij komt gewoon oorspronkelijk uit Nijmegen. Hij woont nu in Mook, dus... ik kon hem niet lezen. Het is een schrijver van Heks, toch? Het is een schrijver van Heks, ja. En ik had Dolores Dolly Belle, of Bellefleur wou ik zeggen, Poppendijn gelezen. En dit is Echo. En Echo is zijn nieuwste roman. Het is fictie, aan alle kanten fictie. Er staat voorop dus thriller, maar het neigt ook wel een beetje naar de horror. En het is... kan je in een paar woorden even uitleggen? Wat is nou het verschil tussen thriller... en horror? Een thriller... het is heel moeilijk om dit soort dingen heel specifiek echt uit te leggen. Hoor. Maar een thriller is voor mij wel een boek waar heel veel spanning in zit. Maar het zit voor mij meer richting verdwijningen, moordzaken, dat soort dingen. Politie. En horror, daar zit iets in wat onverklaarbaar is. Wat je nooit zult kunnen verklaren. Het bovennatuurlijke. Bovennatuurlijke. En dat zit hier in dit boek, zit dat er absoluut in. Waar zijn vorige boek dus over een heks ging... gaat dit boek over een jonge vent, Nick, bezeten van bergbeklimmen... die samen met een maatje naar de bergen gaat om berg te beklimmen. En terwijl zij daar bezig zijn, in één keer doemt er een berg op. En zij worden verliefd op die berg. En spontaan laten ze al hun plannen varen en besluiten zij... deze berg, die gaan wij beklimmen. Maar een beetje bergbeklimmen doet vooronderzoek. Die gaat niet zomaar hupsakee een berg omhoog. Die weet wel wat hij aan het doen is. Maar van deze specifieke berg kunnen zij verrekte weinig vinden. Eigenlijk moet je dan als bergbeklimmer jezelf achter je oren krabbelen van... moet ik dit dan wel doen? Maar hij besluit, die berg die heeft hen geroepen, wij gaan dit doen. Terwijl zij die berg beklimmen, merken zij al van er klopt niets van. Ze hebben een hoogte gevonden. Maar al hun hoogtewijzers vertellen wat anders. De weersvoorspellingen, alles draait in één keer om. Deze berg leidt zijn eigen leven, lijkt het. Dit boek wordt gaandeweg verteld. Gaandeweg kom je erachter wat er op die berg is gebeurd. Maar al bij het eerste hoofdstuk word je bij je kladden gegrepen. Al bij het eerste hoofdstuk zijn er wezens zonder ogen die steeds dichterbij komen. Dus vanaf het eerste hoofdstuk weet je, dit belooft wat. Ik krijg allemaal associaties van de Himalaya en de Mount Everest, waar de verschrikkelijke sneeuwman in één keer op duikt. Ja, nou ja, het is niet eens per se de verschrikkelijke sneeuwman. Dit is de berg zelf. De berg, oké. De berg zelf... schijnbaar, ik ben geen bergbeklimmer, dus ik weet het niet. Maar dat blijkt, schemert wel een beetje door in dit boek. Dat bergbeklimmers het gevoel hebben dat bergen allemaal hun eigen identieke ziel hebben. Ja, dat zeggen ze in Nepal wel. Ja, ja. Nou, dat zit ook in dit boek. Dat komt er iedere keer in terug. Alleen, ja, dan heb je een ziel en dan heb je een ziel. Deze berg is onaangenaam. Is niet prettig. Is ronduit naar. En gaandeweg dit boek kom je erachter... wat er gebeurd is tussen deze twee mannen, tussen Nick en zijn klimmaatje. En dat gaat gigantisch mis. Het gaat zo mis
dat Nick uiteindelijk wel de berg afkomt, maar het klimmaatje niet. Die moet hij achterlaten. Die is in een spleet gevallen, in zo'n gletsjerspleet. En Nick komt op de een of andere manier wel de berg af, maar zijn hele gezicht is verminkt. Het blijkt uiteindelijk dat zijn klimmaatje hem met zo'n ijsauweel te lijf is gegaan. En zijn gezicht is van oor tot oor, door zijn mond, is gewoon opengehaald. En dan bespaar ik je alle gory details. Freaky allemaal. Freaky, ja. En hij heeft dus, om dat te verbergen, heeft hij een verband daaromheen. Want hij is in het ziekenhuis geweest. Maar overal waar die Nick komt, gebeuren rare dingen. Gaan mensen dood? Worden mensen ziek? Gaandeweg blijkt dat die berg bezit van hem heeft genomen. En hij voert een strijd tussen zichzelf en die berg die in hem is getreden. En ondertussen wordt hij geholpen door zijn vriend, Sam. En zijn Sam moet eerst zelf tot het besef komen van wat de fuck is hier gebeurd? Mijn vriend komt terug. Die moet dealen met het feit dat zijn vriend in één keer verminkt is. Maar dat het dus ook blijkt dat zijn vriend bezeten is geraakt. Ja, probeer dat maar eens een plekje te geven. Poltergeist achteraf halen. Het is echt poltergeist. Het is echt, het is bovennatuurlijk. Het kan allemaal niet. Overal gaan in één keer mensen dood. Het is echt de spanning. Nou, jij gebruikte net het woord suspense. Nou, poh!